Hoi, ik ben Cynthia. En ik ben Erwin. En dit is Hoop, ergens. En wij zijn Straying Around. Hey, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe vlog. We zijn op de Sallandse Heuvelrug en we gaan 6 kilometer wandelen. Vind je ons kanaal leuk? Doe even liken en subscriben. En kijk, hier is het buitencentrum in Nijverdal. Heb je zelfs een sterrenkijkpunt? Lijkt me ook wel super gaaf trouwens. Ik zal even laten zien. Kijk dan. Dat is wel heel vet, denk ik, hè, als je dat 's avonds kan zien. Dus, en er staan heel veel pijltjes, kun je daar zien. Dus we moeten deze kant op. We gaan oranje volgen. Oh, dus, kan alle kleuren van de regenboog? Ja, er staan echt alle kleuren van de regenboog. Wij doen oranje. Maar, oh, hier kan ik het nog laten zien. Hier hebben we nog een mooi bordje met alle kleuren van de regenboog. Altijd leuk. Kijk, kies maar uit. Normaal zou ik zeggen blauw, maar we gaan voor oranje. Het is 6 kilometer. Dus ik ben benieuwd. Kijk, je kan weer leuk spelen hier. Als kind zijnde. Hier, gaan we erin? Hoop, je wil erin. Kijk, kunnen we helemaal in. Kijk, we volgen de bordjes goed. Ah, dit is ook altijd leuk, hè? Moet je kijken, dat hebben ze helemaal uit hout gehakt. Noemen ze dat beeldhouwen, toch? Erwin? Beeldhouden, toch? Ja, houtsnijkunst, ja. Het is hier wel wat drukker dan we gewend zijn. Maar ik denk dat dit wel te vergelijken is met de postbank en de Veluwe. En we zagen weer campers. Schijnt hier ook een camperplaats te zijn? Hey, deze staat alleen nog geel, Erwin. Oh, daar. Terwijl goed de paaltjes volgen. Kijk, dit is toch echt serieus alle kleuren van de regenboog. En de bovenste is zelfs twee kleuren, de zandloper. Ja, ze starten hier allemaal. Voor de ouders met kids, er is hier een heel leuk kabouterwandeling. Kijk, en we lopen letterlijk onder de kabouters door. Dat is wel alleen voor de kids. Ja, ook voor Erwin. Echt. Kijk nou, leuk jongens. Echt te grappig dit. Ga ik even een fotootje van maken, dus wel heel lachen. Waar is oranje? Oh, daar. Heel duidelijk aangegeven. Ook wederom weer knooppunten. Het lijkt wel gifgroen. Gifgroen. Gif. Zo, tip van Cynthia. Kijk goed waar je loopt. Ik denk dat ik officieel kan zeggen dat de Sallandse Heuvelrug heel veel van mijn kryptonite heeft. Waar ik mee bedoel dat het boomstronken overal en ergens liggen. Nee, echt moet kijken waar je loopt, want ik lag net al bijna onderuit. Was voor jullie leuk geweest, al had ik jullie niet aan, dus hadden jullie toch niet gezien. Maar goed. Oké, één minpuntje. We gaan de weg over. Er is nou eenmaal een weg. Kijk, het zijn al minder bordjes, nummer 3. Wat trouwens ook echt mooi is, is als je vanuit de A1, vanuit Holte, het begin van de Sallandse Heuvelrug hierheen rijdt, rij je echt gewoon een heel stuk al over de heuvelrug. Zo mooi. Bijna niet Nederlands. Nee, dat is wel heel gaaf. Echt prachtig. Kijk, en voor iedereen, honden aan de lijn. Er kwam net alweer iemand tegen waarvan de hond losliep. Doe het gewoon niet in gebieden waar het niet mag, want dan mogen wij hier straks ook niet meer lopen met ons hond aan de lijn. Dus zijn wij niet zo van gediend, Erwin? Nee. Hoop, je is blij. Tijdje in de auto zitten en eindelijk weer lekker lopen. Dit is misschien ook wel leuk, mocht je dat willen doen. Het is een ijstijdenpad. Dan kan je heel veel informatie over de ijstijd hier op de Sallandse Heuvelrug, als je dit dan scant, krijgen. En luisteren naar een verhaal. Ja, moet je kennen dan? Dat is wel leuk. Nou, ben ik benieuwd. Ja, maar gaat even scannen. Luister mee staat er, dus volgens mij gaan ze echt dingen vertellen. Kijk. Dus dan doe je even je camera aan en dan scan je de code, kijk of het werkt. Ook altijd leuk, want vorige keer werkte dit niet in de Achterhoek, weet je nog? Oh ja, kijk, podcast. IJstijdenpad. Oh, podcast echt. Ja. Holy moly, grappig.
Nou, dat gaan we nu niet doen, maar dan weten jullie dat werkt. Terwijl je van 3 naar 4 loopt en dan... kan je het luisteren. Ja, oh, dat is wel heel gaaf gedaan. Ik word hier zo blij van, hè. Dikke duim voor Sallands Heuvelrug. Duidelijk. Echt super duidelijk aangelegd. En ook fijn dat er minder kleurtjes op staan. Stel dat je naar kleurenbind bent. Al denk ik, het is rood en groen hier. Dat is dan ook best wel tricky, hè? Die lijken dan ook op elkaar. Oh, daar gaan we alweer hoor, midden op het pad. Hopie, midden op de stenen. Doe niet zo gek, joh. Wat ketel. Is het niet lekker dat de stenen rollen? Kijk, mooi. Ook verscheidenheid aan bomen hier, hè? Verschillende soorten bostypes. Oh, Ernest Rolbroek weer aan. Ja. Prachtig. En het is nog droog, worden we ook blij van. Zeker naar 2 vlogs terug, als jullie die kijken, waren we doorweekt. Ondanks de goede spullen. Ik met mijn grote mond, er bestaan geen slechte spullen. Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte spullen. Nou ja, daar komt niks tegen op, tegen dat weer. Ja, regenpak. Maar dan zweet je hier de rambam, dus dat doen we niet. Hey, als ik jullie een pluim geef, moet je niet ineens pijltje weghalen, hè? Nu staat er niks. Dus ja, we gaan maar rechtdoor. Maar daar staan ook pijltjes, Erwin. Ja, dat is groen en... Oh ja. Oké. Okay. Ik hoop dat we nou goed lopen dan, want... Sallands Heuvelrug is best wel een groot gebied. Nou, als wij 6 kilometer gaan lopen, is niet de bedoeling dat we ineens 16 gaan lopen of zo. Staan we wel goed in. Ja, daarom. Yes, we lopen goed. Prachtig hier, zeg. Ook door de alle regen, waar lopen we dan te klagen, hè? Maar daar zijn we Hollanders voor. Is alles zo mooi groen. Dus ja, voor de natuur is het dikke duim omhoog. Lekker die regen. Ja. Het is lang geleden dat we, tenminste, vorig jaar hadden we volgens mij ook best wel veel regen in de lente. Maar zo hoort de lente wel te zijn, hè, in Nederland. Dat is echt, dan krijg je dit soort mooi groen allemaal. Daar ook, joh, echt zo'n groen bomenlaantje, prachtig. Ik hoop dat we daarheen moeten, maar volgens mij moeten we naar links. Ja, helaas, pindakaas, gaan we niet heen. Volgens mij wel ook dat het herfst blijft. Ik vind herfstbladeren leuk. Kom, maatje. Er zit gewoon een herfstblad op je tong. Nou, dan gek. Zo, dan liep je net naar beneden daar. En dan ga je nu weer omhoog. Dat is ook een beetje de story van For Life met wandelingen, hè, Erwin? Ja. Echt. Tip 2. Neem een goede conditie mee. Lijk ik vandaag niet zo te hebben. Nou, we klimmen best wel omhoog en omlaag. Volgens mij was dit een extra rondje, of niet? We liepen daar toch? Nou, hier scheiden rood en oranje weer van elkaar. Volgens mij komen we nu op het uitzichtpunt. Oh, kijk dan hoe mooi. Even bij de bomen. Als dit in bloei staat in de... Het is dit in augustus. Prachtig. Ik hoop dat jullie het goed zien met die bewolking. Ik denk dat we naar links gaan. Oh, dit is prachtig, zeg. Ga je het hoogteverschil zien? Dat weet ik niet. Maar we zitten echt nu een beetje op de top, ja. Van Sallands Heuvelrug. Is dat dan de Holtenberg? Dat weet ik niet. Volgens mij lag die meer bij Holten. Nee, toch? Gewoon rechtdoor? Oh ja, rood gaat die kant op. Nou, dat is de volgende kant. Kijk, hier heb je er dan weer een. Echt leuk gedaan. Zo, ik ga hier even een foto van maken hoor. Dit is echt te mooi gewoon. Nou, nu zien jullie het hoogteverschil toch wel een beetje, denk ik, hè. Moet je kijken hoe mooi. We lopen nu echt op de rug. Zelfs Hopie is er van onder de indruk. Hè? Huh? En hier kom je dan weer geen hond tegen, letterlijk. Net bij het bezoekerscentrum was best bedrijvig. Die wolkenluchten zijn juist ook wel mooi, hè? Ja. Voor foto's wel. Misschien voor filmen iets minder. Dat jullie iets minder alsof ik tegen het licht in film. Kijk, hier hebben we er ook weer een. Echt heel leuk gedaan. De heide op. En een bankje als je van het uitzicht wil genieten. Die snap ik dan ook wel. Kijk dan, wat een uitzicht. Ik kan er niet over uit. Zo mooi. Nou, helemaal met al die gekleurde, verschillende kleuren bomen, hè? Geeft altijd zo'n mooi effect.
Erwin, hoe valt dat nou zo over de heide te lopen? Ja. Jij en je heide antipathie. Ik heb wel een probleem mee, hoor. Nee, serieus, jij vindt het ook echt mooi, hè? Ja, dat is mooi. Vooral juist dus dat kleurenverschil. Met bomen en alles. Ja, het is jammer dat heide is. Staat nog niet in bloei. Niks gaan we dan kijken als het hier in bloei staat? Ik denk dat we niet zo rustig kunnen lopen als nu. Nee. Het zal net als op de postbank van Gekkenhuis zijn. Dankjewel. Dat is wel grappig, hè? Dat je dan bij het bezoekerscentrum denkt, oef, dit is een druk gebied. Want wij zoeken eigenlijk altijd de rustige pareltjes op. Ja, maar die lopen niet zo ver. Ze blijven een beetje bij het bezoekerscentrum hangen, denk ik. Want we lopen hier echt gewoon helemaal alleen. Ja. Het is toch echt geen mega lange wandeling, 6 kilometer. Nee. We houden hem nog bescheiden vandaag, vind ik. Oh, let wel op, als je hier gaat wandelen zonder een route te lopen. Tussen 1 februari en 1 oktober zijn de paden afgesloten. Want dan moet de hoen korren. Nee. Hey, Cor, mag je na 1 oktober... Oh nee. Jawel. Ja, na 1 oktober mag je pas afschieten. Ook niet, Erwin. We zijn niet in het kroondomein. Oh. Kijk, dan is daar ook dichtgegooid. Maar goed, er zijn nog genoeg wandelpaden. Het is niet dat je nergens heen kan. En het is niet voor altijd. Maar ik denk dat wij... God, Erwin heeft honger, hoor. Ik denk dat wij de weg weer overgaan en dan de andere kant gaan lopen. Dat we daar ook heel mooi uitzicht hebben. Neem ik jullie zo mee naartoe. Kijken, nou, we uitzicht op de andere kant. Kunnen we tot Duitsland kijken, denk ik. En net keken we een beetje binnenland in. Dus echt in Overijssel. En nu kijken we volgens mij richting Duitsland. Ja, het komt er al heel anders uitzien. Ja. Veel agressiever. Kijk uit de Erwin. Oh, dit is wel een heel spannend paardje. Avontuurlijk. Hey, ik heb Duits ondertiteling, hè? Oh, shit. Erwin is half Duits, dus niet luisteren hoor. Wat zei je nou? Ik was nog niet aan het filmen. Ah, maar dan sta je er van, dan moet je knippen. Dat is wel raar. Haar knippen? Haar. Ik wilde zeggen, ik ben eindelijk eens een keertje hoger dan jij. Langer dan jij. Maar dat kwam nou niet meer aan, want nu loop ik weer lager. Zo, is het een goed windje vandaag. Maar ik moet echt zeggen dat die jas echt wel waterwinddicht zijn. Waterdicht ook. Alleen niet hoofdbuidicht. Je was ook met je hand zo, Joep. Ja, ik was voor jullie dus aan het filmen. En toen liep het dus gewoon zo mijn mouw in. Dat is het echt geweest. Ja, hè? Ja, je hebt niet te stoppen. Wat ik allemaal wel niet voor jullie over heb, jongens. En meiden, en heren, en dames, en hondjes, en iedereen die kijkt. Daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar, hè? Of iemand mij met ondertiteling kijkt. Want die ondertiteling is af en toe toch wel te gaan te gieren, wat hij ervoor maakt. Daar heb ik namelijk zelf natuurlijk wel gekeken. Alleen niet in, ja, ook in andere talen. Ik heb hem ook in het Chinees. Misschien maakt hij er dan ook wel iets heel raars van. Als er iemand Chinees spreekt en leest, doet voor de grapjes eronder zetten, laat me weten hoe dat is. In het Nederlands maakt hij er in ieder geval van alles van. Het was net te laat weer, maar hoop hier ook wat. Zo, Erwin wordt vooruit getrokken. Kijk, goed bewegwijzerd. Hé, wat is dat voor paal? Dat is een rare paal. Dan sta je voor paal. Hier het is. Ah, dit zijn knooppunten. Maar dit lijkt een fietsknooppunt. Je kan hier toch niet fietsen? Oh, spaard. Sorry, daar had ik nog niet naar gekeken. Er zit een paard onder ook. Ja, daar had ik nog niet naar zitten kijken. En we moeten naar rechts. Ik vind het ook zo mooi dat het hier zo glooiend is. Ja. Zie je natuurlijk weer geen bal van op de film. Nee, helemaal niks. Maar kijk, je krijgt daar zo'n soort springachtig iets weer. Wij lopen dan weer hoger. Dat is echt prachtig. Ook hele aparte bomen. Savanna-achtige bomen. Ja. Zit hier toch geen leeuwen, hè? Nee. Wolf zal hier ook wel zitten, denk ik. Ja, nou, wolven zitten hier ook wel, denk ik. Maar ja, daar hoeven we niet voor naar de Sallandse Heuvelrug, want die zitten op de Veluwe ook al. Ja. Ah, lijkt wel een soort weilandachtig landschap daar. Ja. Hoor dan als hoop niet blaft. Als hoop niet blaft. Hoor ik alleen maar vogeltjes. Oh,
Het is bananentijd. Lunch, bananentijd. Was je aan het filmen? Banaantje erbij. Altijd belangrijk, neem iets lekkers mee om te eten. En niet te veel afval in de natuur gooien. Bananana. Ta-ta-na-na-na. Bananana. Kennen jullie dat liedje? Nee? Nee. Ja, dat gaan we ook niet uitbrengen. Hoop, er gaat de eigen route lopen. Die klom omhoog net, joh, met een berggeit. En we zijn nog ineens in de bergen. Nou, die denkt heuvels. Heuvelgeit, bestaat dat? Nee. Heuvelgeit? Nee. Hoop is een heuvelgeit. Zo, ik ben dat buk ook hier. Zo. Bijna een hand in mijn nek. Ja, dit zijn avontuurlijke paardjes, hè. Hele smalle olifantenpaardjes, waar je wel mag lopen in dit geval. Kijk dan, wat een prachtige natuur. Wat zijn dit dan voor bomen? Struiken, wat zijn het? Hé, Erwin? Wat zijn het voor struiken? Ze verstaan je niet aan de andere kant van de tv. Erwin is weg. Avontuurlijk hoor. Smalle paardjes. Kijk dan, een mooi. Echt van die ontdek je plekje paardjes. Huh? Oh, Hoop is er klaar mee. We moeten nog anderhalf, Hoop. Even wat drinken geven. Het is wel mooi, je ziet daar bijna gewoon geen pad meer. Zo'n smal paardje is het. Spannend. Kijk uit hoor, wordt dat straks een thumbnail. Krijgen we ergens grote hoofd van dichtbij. Oh, kijk eens, allemaal bloemetjes al erin. Kijk nou, schattig. Allemaal roze bloemetjes. Wauw, het is echt een ontdek je plekje dit. Hier, Hoop is weg. Erwin zit ook vast. Wauw, dit is heel spannend hoor jongens. Ik moet even kijken waar ik loop. Voordat ik ineens met de camera en al met jullie naar beneden verkletter. Spannend. We gaan weer omhoog. Ik denk dat we naar het uitkijkpunt gaan aan de andere kant van de net. Ik had toch geen gelijk, we gaan niet naar het uitkijkpunt. Ja. We lopen door een mooi stukje bos. Prachtig, kijk dat dan hè. Mooi dit stuk. Ik vind het tot nu toe echt een dikke aanrader. Een mooie afwisselende route. Het enige minpuntje is dat we een paar keer de weg over moesten. Ik denk nu 3 keer. Maar goed. Is dat erg? Het is niet zo'n drukke weg als in Garderen. Die weg vond ik erger. Gewoon de weg door dingen. Door het Nationale Park, dus dat is te doen. Nou, als we dan mensen tegenkomen, moeten ze zo lachen om Hoop. Want Hoop is echt gewoon aan het vertellen. Ja. Het is echt praten wat ze doet. Sommige mensen vinden het erg en sommige mensen vinden het grappig. En wij zijn eraan gewend. Dit is Hoop. Ja. En Hoop is happy. En dat is maar het belangrijkste, vind ik. Kom maar, meisje. En ze wist de weg net, want ja. Ze volgde net het paaltje. Kijk of ze dat nu ook doet. Gaat ze die kant op? Gaat ze rechtdoor? Nee. Gezakt. Gezakt. Ja, toch wel. Je stuurde niet echt bij, dus ze wist het toch wel. Ja. Zo jammer, hè? Ik heb jullie nooit aan. Als ik bijna op mijn bek ga. Ik ben nou echt serieus al 5 keer bijna onderuit geleden. Dus mijn tip is echt, let op deze grote rakkers. Doe het. Zelfs Erwin ging bijna 2 keer onderuit. Ja. Dus let erop. Inderdaad, wat Erwin zegt, dan worden je benen moe. Oh, ik het aan het begin ook. Maar hey, hier zijn we al geweest. Lopen we een klein stukje dezelfde route. Ja, ik wil het net zeggen. Ja, dit is een mooi stuk bos. Dus het vind ik niet erg om 2 keer te lopen. Want het is prachtig. Alleen het is goed zonnig ineens. Van heel guur koud naar heel zonnig. Zeg maar guur koud. Nou, niet te koud. Sorry, guur koud. Lekker. En jij moet naar Zuid-Europa? Ja, blijf met jou in Scandinavië zitten. Ja. Kijk, wat dit zijn wel de mooie boslanen. Dus dit vind ik niet erg om 2 keer te lopen. Wederom is die langer dan de paaltjes aangeven. Kijk je uit?
Waar je loopt? Ja. We lopen weer lekker op een boomstronkenpaardje. Zo, Anna, woon je hier, hè? Dat torentje. Het is gewoon een klein paleisje. Wat een paleisje, ja. Ja, echt. Hoop, daar gaan we niet heen. Oh, Hoop, die trekt haar eigen plan. Hoopie. Dan sta je zo in het bos vanuit je tuin. Prachtig. Nou, om te voorkomen dat jullie beelden hebben dat ik naar beneden stort, doe ik jullie even weg. Zo, dat is nog eens een vliegenzwam. Loop mijn witte stippen, zien jullie hem daar? Kan ik hem beter filmen? Kijk dan. Ah, grappig. In het kabouterbos. Kijk dan, dit is toch te schattig. Kun je gewoon lekker in het bos spelen. Hè? Huh? Kun je in het bos spelen. Autootje bij, echt een kabouterdorpje. Echt te leuk gedaan. Kijk, in de bomen zitten ze ook. Kies maar een deur. Ah, voor aankloppen. Ja, misschien kunnen we koffie doen. Hele kleine espressootjes. Dat denk ik ook, ja. Het is wel echt super leuk gedaan, dit. Kijk, deze woont op een stam. Maar die hadden we op de heenweg al laten zien. We lopen weer een stukje hetzelfde. Kijk, daar kan je nog helemaal heen. Een leuk kabouterdorp. Bos. Kijk, dit stukje is anders. Nee. Oh nee, hetzelfde. Maar goed, de auto staat daar op de parkeerplaats. Dus wij sluiten hem hier af. Je ziet dat we weer bij het buitencentrum zijn. Hij was uiteindelijk 7,15, zeg maar, horloge. Dus geen 6, maar ik snap dat nog steeds niet helemaal, maar goed. Aanrader, oranje wandeling, zalend zeuverig. Leuk. Vond je deze vlog leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En dan zien we jullie weer bij de volgende vlog. Doei! Doei.